dorp, hier, dat was de school, ik zou zeggen. Dat duinschool, dat was de tent, dus dat was niet zo voor het evenein. Daar had je vroeger de tent. Voor, aan deze kant, dat zeehospitje. De Varkense strijd, dat was de eerste nieuwe strijd in mijn leven, in mijn jeugd. Dat was in 28, is het afgekart daar, dat stuk. Daar ben al die huizen, die de nou aan die kant van de Varkense strijd staan, ben al die huizen daarna komen, zo zeggen. Dat is allemaal 1928 gebouwd. Dat hele stuk, dat hele, die Varkenvisserstrijd, dat hele eind. En zo Gunter net tol toe te met de fijn derde die strijd uitloopt, weet je wel. Dat derde toe, hoe heet die strijd, hè? Ja. Fijn, het is het eind van de Varkenvisserstrijd, daar kom je op uit natuurlijk. Weet je wat nog een sintelpad was? Net Hos toe, hier bij Duinschool van Dijn, net Hos toe, dat was nog een sintelpad. Dat was nog Hiepenstraat. Want daar lag nog die reekhuizen op zet, bij het Hos daar. Dat was een diepe hoek land, de stoker die hadden daar, die teelde daar land. Die was op het Hos, de stoker zou ze. Ze noemden hem de stoker altijd. Ja, die vent had een andere naam nog. Maar wij noemen altijd de stoker. Daarom zeg ik, dat was allemaal duin, joh. Aan die achterkant zou ik zeggen, wat nou allemaal overbroken is, zou ik weer nou nieuwbouw zetten ben, zou ik zeggen. Bij Jan de Krullen. Nou, daarachter, dat was allemaal duin. Dat was allemaal duin. Jan de Krul zat aan de duinkant in een graf. Dat lag ook natuurlijk tegen duin aan. Dat lag tegen duin, want nou lag het in duin, zou ik zeggen. Maar toen lag het tegen duin aan. Want het was het eind, zou ik zeggen, van het dorp. Tijd dan tenminste, bij Jan de Grulle. Kattek is natuurlijk, vroeger vergeleken, een moderne plaats geworden. In alle opzichten. Veel moderner als vroeger natuurlijk. Ja, het hele leven is moderner geworden, dat is wel. Maar ik hoorde dat ze van hier, ja, omdat hier is veel geld verdiend, dat is de zeilen, die mensen ook. Nou ja, ze hebben allemaal vroeger geworden, dat ze een bomschuitje met de stikker 7 of 8. En nou verder kort, zou ik zeggen, van miljoenen. Dus ja, dat brengt de tijd en de hele situatie brengt dat mee. Ja, dat is overal natuurlijk, ik wil dat enkel hier. Maar ja, hier is het wel een dorp dat wel ontzettend in de... Ook met het materialisme opgegaan is natuurlijk. Een nieuwe kotteren, nieuwe loggers en hoop, nieuwe huizen. En dat mag een mens, als mensen wat verdienen, mag je gerust... Als je een oude kot hebt, dan mag je gerust een nieuwe kopen, want waarom zou je dat niet doen? Als je ervoor verdiend hebt. Maar ja, dat ieder komt door het andere. Dat wil je een wilde tijd meemaken, die ongekend is. Die ik vroeger in mijn jeugd nooit van zijn leven had kunnen denken. Dat je zo'n tijd toch, want toen ik 's ochtends om 6 uur op de fiets stapte om een werk te gaan zoeken. En onze Bram ook, je opa ook. En dat je geen gulden kon verdienen.
Dan kwam je 7 thuis, dan had je nog geen werk op het eind. En nou zou je zeggen, nou, wat een wereld is er nooit. In dat Hagendorp. Fijn over heel Nederland trouwens. Want als het hier zou zeggen, van alle grande poespas houden hadden, in de merk hadden, zou zeggen, dan had het dorp nog zo rijk als hier. Maar het is zuinig bewaard, dat heet weer. Die wat bewaard, die heb wat, Jack. Maar wil je zeggen dat je medemensen te onthouden moet, want dat is ook groot kwijt. Want als je ziet dat je medemens honger hebt, ben je verplicht om brood te geven. Dat is helemaal. Maar ja, dat egoïstische van de mens weer. Ja, als ik eerst mijn zakken moet rollen, dan krijg je heel Nederland wel wat. Dan komt de communist voor de dag, hoor. In de uiterlijke zin was er wel meer tevredenheid, omdat het. Het hele leven was anders, jongen, want die weelde, waar weelde komt, komt een hoop afval in verwijdering van mijn kanten. Neem nou eens hoeveel mensen, want die inzet, heur, kijk ik van mijn leven niet meer aan. Nou, vrouwen hebben misschien de armoe samen zitten duilen. En nou, omdat ze weelde hebben, kijken ze mijn kanten niet meer aan. Dat klopt toch niet? Dat doet de mens zelf. Met je zakken voldouwen dan, nou, jij, als ik genoeg heb, dan krijg jij misschien ook wel wat van me. Nou, zo is het ook niet. Nee. Het leven is vreemd en het is toch heel eenvoudig, want als je leeft naar het woord, dan ga je helemaal niet in de war, hoor. Maar we doen het niet. Nou, als ik zeg, moet nou eerst ons eigen zakken vol. Met die medemensen, nou ja, die komt eigenlijk wel, als ik genoeg heb. Nou, dat klopt ook niet. Nee. Want je moet de armen ook gaan denken, dat staat ook in het woord. Een mens is en blijft een vreemd wezen, Jacob. In de ene is andere standen natuurlijk. Kijk, de mensen zien het allemaal hetzelfde. Maar kijk, waar je redelijke verstand voor gekregen hebt, als ik de meeste mensen zou zeggen, de honger ziet lijden, dat mag ik toch niet doen als ik dan genoeg heb. Mag ik toch gaan denken, je komt de week wel. Gaat niet. Nee. Maar, daar heb je het egoïsme van de mensen.